Mania movies. Oh, kijk wie we daar hebben. Je moet niet vergeten dat je straks Dolly nog moet uitlaten. Zeg, wie is Katja eigenlijk? Dat is een collega. Oh ja? En waarom wacht je dan totdat dat kutwijf Dolly uitlaat? Leuk verhaal. Dat is namelijk omdat ik, Wat? Wat is het? Dit is een prank! Moet je kijken? Je bent geprankt! Vreed gaan pranken! Oh, fuck! Ach wel nee, kom op! Jongens, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze nieuwe prank. Dat zou mij moeten kappen met die pranks. Wacht, heb ik je mijn nieuwe prank nog niet laten zien? Welke? We hebben het brandalarm afgedaan in het ziekenhuis. Allemaal mensen over elkaar struikelen. Je hebt wat gedaan? Het brandalarm in het ziekenhuis. Moet je kijken hier. Hè? Huh? Wat is er aan de hand? Mijn video. Hij is verwijderd en... Ik heb een strike. Wat? Strike. Oh. Ik vind het echt vervelend. Ik wou dat ik je mee kon helpen, maar... Deze prank ging ook wel echt heel erg ver hoor, Bardo. Je moet er echt mee stoppen. Al die YouTube views en YouTube money en King of Nerd. Wat zei je? Niks. Hoi, ik denk dat iedereen gisteren wel mijn brandalarm in het ziekenhuis prank heeft gezien. Die is offline gehaald door YouTube. Ik heb een strike gekregen. Ja, ik weet als geen ander hoe belangrijk YouTube voor Bardo is, dus hij is wel erg aangedaan op dit moment. Ja, weet je wat het erge is? Dit is een hele goede prank, een van mijn favoriete pranks. En hij is gewoon onterecht offline gehaald. Ik heb een strike, een maand lang geen inkomen en ik kan YouTube niet bereiken. Dat kan je nooit. We hebben ook gepraat en samen besloten dat het beter is als hij stopt met het maken van pranks. Want ja, het gaat gewoon te ver. Het is eigenlijk voor niemand goed. Het spijt me. Het is misschien beter zo. Ik ga even... Een neptrol. En meneer zou stoppen met pranks. Zo. Die is er druk mee geweest. Dit is serieus één van jouw beste pranks ooit. Ik bedoel, die drol heb ik net echt. Nee, ik ben gestopt met pranks. Heb je Dolly wel uitgelaten zoals ik tegen je zei? Je hebt wat op je gezicht. Ram op dat duimpje omhoog en abonneer hier beneden, want elke zondag upload ik een nieuwe Panje Movie. Daarnaast wil ik Dionne bedanken voor het meedoen in mijn video. Linkje naar haar in de beschrijving. En deel deze video met iedereen, zodat er nooit meer iemand gestrikt wordt.